Steven Lammertink heeft zondag 26 juni 2011 de Argos Oil 8 van Bladel gewonnen. In de driedaagse etappekoers voor junioren won Lammertink de eerste etappe met 1 seconde voorsprong op een groep van 22 renners. In de tweede etappe kwam Lammertink samen met Rob Leemans en Tim Rodenburg in een kopgroep terecht. Terwijl Rodenburg vlak voor de finish ten val kwam, werd de sprint gewonnen door Leemans. Lammertink hield zo de leiding in het klassement met 4 tellen voorsprong op Leemans. Zondag stond nog een tijdrit en een middagetappe op het programma. Deze werden een dobbelslag voor Danny van Poppel. Hij won de tijdrit met een gemiddelde snelheid van 46,7 km per uur. Lammertink deed er 19 tellen langer over en werd hierdoor vijfde. Voor de start van de laatste middagetappe had Lammertink nog 18 seconden voorsprong op Leemans in het eindklassement. Na de start werd er meteen fel strijd gevoerd door renners uit de kop van het klassement om weg te komen uit het peloton. Maar de verschillen bleven minimaal om weg te blijven. In de finale ontstond wel een serieuze kopgroep van 26 renners, waar Lammertink en Leemans ook deel van uitmaakten. Danny van Poppel en Martijn Rusveld konden hier nog uit wegspringen en gingen samen de finale in. Danny van Poppel won de sprint van Rusveld. De kopgroep finishte kort erachter op 3 seconden, waardoor Lammertink de 8 van Bladel op zijn naam mocht bijschrijven.